De Duitse wetenschapper Albert Einstein dankt zijn faam aan zijn relativiteitstheorie. Maar wie weet dat de wetenschapper er een ongemeen boeiend liefdesleven op nahield. Eind april doet National Geographic zijn leven uit de doeken in een prestigieuze fictiereeks. Albert. Hey, Einstein! Hallo, may I help you? Albert Einstein, your reputation precedes you. Let me study on my own. Rebellion will get you nowhere in life. Monogamy is not natural. It is a construct of religious authority. Be quiet. I want my ideas to be heard, to be acknowledged. When I was your age, I knew everything, but I was wrong. Albert, I am scared. It may not be safe for you to remain in Berlin. We're not going anywhere else. And I will not sit by and wait for fascists to kill my husband. The past, present, and future is but an illusion. Ja, dat lijkt op een bewogen leven. Maar dat wist jij natuurlijk al, lieve. Want jij bent een fysicus, een fysici. Weet alles over Einstein? Wel, in de opleiding krijg je weinig over zijn liefdesleven, hoor, helaas. Dus ja, iedereen ziet natuurlijk de theorie van Einstein in de opleiding natuurkunde. Maar ik kijk geweldig uit naar die reeks, omdat die toch ook weer een beetje het kader gaat schetsen waar alles ontstaan is en waar die relativiteitstheorie en zijn andere theorieën eigenlijk ontsproten zijn. Ja, want wij kennen hem eigenlijk alleen maar van zijn relativiteitstheorie. Ik denk dat je die niet in 3 seconden kan uitleggen. Ik heb 10 minuten nodig. Ja, nee, dat doe ik dan niet. Ik heb een comedyvoorstelling waarin ik ze uitleg. Dus dan moet je gewoon daarnaar komen kijken en dan weet je er alles over. Voilà, oké. Maar de Nobelprijs heeft hij wel voor de relativiteitstheorie gekregen. Nee, inderdaad. Maar het is hetgeen dat je zegt, klopt. Dus relativiteitstheorie is dé grote theorie van Einstein. Dat is eigenlijk iets waarmee hij de natuurkunde echt veranderd heeft op dat moment. Maar de Nobelprijs heeft hij gekregen voor iets anders. Voor het foto-elektrisch effect. En dat is eigenlijk het principe waarop zonnepanelen gebaseerd zijn. Die theorie is veel minder belangrijk dan de Nobelprijs. Maar de Nobelprijs was zodanig... De relativiteitstheorie. De relativiteitstheorie was zodanig nieuw en zodanig wereldschokkend dat ze dat gewoon niet geloofden. Dus de eerste jaren geloofden de andere wetenschappers niet in de relativiteitstheorie en dachten ze, het is een hele goede fysicus, hij krijgt de Nobelprijs, maar liever voor een andere theorie. Want is misschien, echt? Misschien is deze niet juist. En dus pas veel later is dat, want nu is ze bewezen op alle mogelijke manieren. Ja. Maar was jij trouwens goed in wiskunde? Ik was redelijk goed in wiskunde. Niet zo goed als de wiskundigen, want daarom word je natuurkundige. Omdat je niet zo goed bent in wiskunde als de wiskundigen. Ah, voilà. Nu, de serie gaat over meer dan de relativiteitstheorie. Het gaat over zijn hele leven. Als we beginnen bij het begin, wanneer is hij geboren? Ik denk 1879 was dat. De geboorte zit niet in de reeks, denk ik. Ik heb de eerste aflevering al gezien en ze beginnen eigenlijk bij zijn studententijd. Hij is 16, 17 jaar. Hier is hij 3 jaar trouwens, schoon bazeke. Hier is hij 14 jaar, denk ik. Op zijn 16, 17 jaar wou hij aan hogere studies beginnen. Maar hij was gebuist voor het ingangsexamen. Nee. Ja. Op wiskunde en natuurkunde had hij fantastische resultaten en al de humane vakken vond hij zodanig oninteressant dat hij dus gebuist was op politiek, literatuur, Frans. Dat is echt waar. Ja, was hij volledig gebuist. Dan heeft hij een jaar training gevolgd. Ik hoop dat mijn zoon niet aan het kijken is. Hij heeft dan een jaar bijscholing gevolgd en zo is hij dan toch kunnen beginnen aan dat Polytechnisch Instituut in Zürich. Was dat, ja. Dus hij is toch begonnen aan zijn hogere studies. Ja. Nu, de serie gaat niet alleen over zijn jeugd, een paar afleveringen verder waarschijnlijk. Groeit hij op? Geschiedkundig leefde hij in een vrij bewogen periode. Komt dat hard aan bod? Maar dat is het mooie daaraan. Je hebt enerzijds heb je die wetenschapper met een zeer objectieve natuurkundige theorie. En daarnaast staat die persoon die zowel zijn persoonlijk leven vrij woelig is als iemand die opgroeit in een periode. Ja, hij was een soort Joodse celebrity figuur in het Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. Dat verloopt allemaal niet zo rustig, natuurlijk. Dus die staat echt midden in dat tijdsgewricht, in die geschiedenis. Op een bepaald moment geeft hij lezingen in Amerika en op de boot terug naar Antwerpen zelfs, op de Red Star Line, op de boot terug naar huis, krijgt hij te horen dat door de nazi-partij zijn volledige appartement is leeggehaald en zijn boeken zijn verbrand. En toen dacht hij, misschien toch niet terug naar huis gaan. En dan is hij in België gebleven. Hij heeft een paar maanden in België gewoond, in De Haan. Ja. Was vriendjes met Ensor in De Haan, bijvoorbeeld. Ja, de cafeetjes in De Haan die pakken daar graag mee uit, hè? Met foto's van hier. Ja, er staat Einstein nog een standbeeldje van Einstein op een bankje. Je kan in De Haan naast het standbeeld van Einstein gaan zitten. En die heeft daar ook, effectief gewoond. Ja. En daar was hij dus aan het socializen met Ensor?
Wel, hier is hij aan het socializen met een bank. met een onzichtbare vriend. Met een bronzen bank. Maar inderdaad, ja, hij bewoog zich wel in de Belgische kunstenaarssfeer. Er wordt wel gezegd, zo, hij zat niet in het normale dorps- of stadsleven in België. Omdat hij ook werd beschermd door staatsveiligheid. Omdat die stond echt op de dodenlijst van de neonazis. Ja. Hoe lang is hij bij ons gebleven? Enkele maanden maar. En daarna via Engeland naar Amerika gegaan, naar Princeton, de universiteit, waar hij dan de rest van zijn leven gespendeerd heeft. Ja. Ik kondigde aan dat hij ook een woelig liefdesleven had. Ja. Dat vind ik een interessant onderwerp. Ja, dat is zo. Einstein was een non-conformist, was een beetje een rebel. Je merkt dat bij veel wetenschappers die grote doorbraken ontdekken, dat zijn mensen die de regels niet geloven. De reden dat Einstein een compleet nieuwe theorie gevonden heeft, is omdat hij dacht, bij alle regels en bij alle conventies, denkt hij, is dat wel zo. Maar dus ook bij de liefdesconventies. Dus in de trailer zat al een stukje waarin hij zegt, monogamie, dat is een constructie van de kerk. Wij zijn als wezens niet biologisch bedoeld om monogaam te zijn. Hij bracht dat ook in de praktijk. Dus heeft... Echt een slimme man, hè? Goh, ja, ik weet het niet, want dat zeg ik erbij. Ik bedoel, die man, wiskundig en natuurkundig, fantastisch. Of hij ook met zijn andere theorieën dicht bij de waarheid zat, dat weet ik zelf niet. Dat is ook iets wat hij zelf toegeeft. Hij is ooit gevraagd om president van Israël te worden. Toen de eerste president van Israël overleden was, hebben ze aan hem gevraagd, wil jij de tweede president van Israël worden? En toen was hij al iets meer op leeftijd, was hij al iets verstandiger geworden en had hij gezegd van, kijk, ik ben heel mijn leven bezig geweest met objectieve dingen en ik merk dat ik absoluut niet het talent heb om bezig te zijn met subjectieve, warrige dingen zoals mensen en landen. Nee. En dus heeft hij gezegd, voor mij geen presidentschap van Israël. Nee. Had hij meer tijd voor zijn vrouw? Ja. Inderdaad. En dus ja, een paar keer verliefd geweest. Uiteindelijk begonnen met een medestudente van hem in Zürich. Toen hij fysica studeerde in Zürich. Medestudente van hem, zeer briljante wiskundige en fysica ook. Mileva Maric, waarmee hij ook gesprekken had over zijn theorieën enzovoort. Maar dat huwelijk is slecht afgelopen. Ze hebben elkaar leren kennen als ze 16 en 21 waren. En natuurlijk, als je dan 10 jaar ouder bent, ben je andere mensen. Dat ging heel slecht in dat huwelijk. Einstein wou scheiden, Mileva Maric wou niet scheiden. En toen heeft hij een contract opgesteld, de voorwaarden om samen te blijven met Mileva Maric. Ben je daar klaar voor, Kat? Helemaal. Kunnen we misschien nog inspiratie opdoen? We spreken nu over 11 jaar opgebouwde huwelijksfrustratie. Die hier in een documentje. Dus zegt mevrouw Maric, ik blijf met u getrouwd op deze voorwaarden. Mijn kleding zal door u netjes geordend gehouden worden. Ja? Ik wens 3 maaltijden per dag in mijn studiekamer. Is it that way in Croatia? Not anymore. Unfortunately. I hear you thinking. No. Maar ook, u zal van mij geen intimiteit verwachten. Staat er ook bij. U stopt met tegen mij te praten als ik u dat verzoek. U verlaat de kamer als ik u dat vraag. En voornamelijk, u zal mij niet kleineren als de kinderen erbij zijn. Dus dat stond dus echt op papier. Een paar jaar later zijn ze toch gescheiden. Is dan getrouwd met zijn nicht, wat in die tijd niet zo vreemd was. Mag je wel geen kindjes mee maken. Met een nicht? Goh, nee, beter niet. Met een achternicht is al ver genoeg. Ja. Maar bon. Nee. Hij heeft er ook geen kinderen mee gekregen. Maar hij had nog vele minnaressen. Ja. Hij gedroeg zich eigenlijk een beetje als een celebrity. Hè? Veel kuur. Maar hij was ook een celebrity. Hij was al een non-conformist voor hij bekend werd. Maar hij was, denk ik, de eerste echte wetenschappelijke internationale celebrity. Dat was ook in een periode waar je door kranten en telegrammen en dat soort dingen echt een soort internationaal nieuws had. En hij was absoluut een celebrity-figuur. Hij was toen al het icoon dat hij nog altijd is. En hij zat ook in die kringen. Charlie Chaplin was een vriend van hem. Die gingen dan samen naar premières. En dat was echt zo Beyoncé en Madonna die daar binnenkwamen. Hier in België ook. Ja, met Ensor was hij bevriend. En af en toe ging hij viool spelen met koningin Elisabeth. Met de Belgische koningin Elisabeth. Daar hebben we zelfs een stukje van. Zullen we eens horen? Einstein. On the violin. Not chillin'. What do you think, gentlemen? Beautiful. Is he good? I hope he was in the band with me, not him. But he's as smart, no? Hoe heeft hij de laatste dagen van zijn leven gesleten?
Wel, hij is dus uiteindelijk in Amerika gebleven, in de Princeton Universiteit, met studenten, met nog onderzoek ook. Hij is blijven werken op zijn ziekenbed zelfs, in het ziekenhuis. Hij is overleden in een ziekenhuis in Princeton. En volgens een van de legendes over Einstein zou hij zijn laatste woorden in het Duits gesproken hebben tegen een verpleegster die geen Duits verstond. Dus misschien had hij daar een soort mysterie nog aan de wereld medegedeeld. Nu zeg ik er wel bij, dat is een van de vele legendes over Einstein waarvan niemand nu precies weet of ze waar zijn of niet. Je mag er eigenlijk van uitgaan, 90% van de dingen die je leest op het internet over Einstein zijn niet waar. Nee. Die man is zo'n icoon, die iedereen spant die voor zijn kar en gebruikt die voor zijn eigen zaak, legt die woorden in de mond die hij nooit gezegd heeft. Nu, die reeks die te zien is, die is wel gebaseerd op een van zijn beste biografieën van Isaacson. Dus ik hoop dat die reeks wel objectief is en wel duidelijk juist. Voilà. En we gaan ervan uit dat alles wat jij verteld hebt vanavond ook echt waar is. Dat is een slecht idee. Ja, in elk geval, de reeks is te bekijken vanaf 25 april op National Geographic. Dank u, lieven.